stelselmatige beïnvloeding vanuit het buitenland om in de hoofden en harten van mensen in de Nederlandse moslimgemeenschappen te komen. En dat moet je durven benoemen. Betekent dat dan dat je bezig bent met moslimbashing of dat het je alleen om moslims gaat? Nee, voorzitter. Want ook als op een andere manier misbruik wordt gemaakt van grondwettelijke vrijheden, bijvoorbeeld als scholen een anti-homo-verklaring vragen, omdat ze zeggen dat is nou eenmaal artikel 23, dan staan wij hier ook. En dan zeggen wij nee, er is inderdaad vrijheid van onderwijs, maar die stopt op het moment dat er sprake is van discriminatie. Dus dit heeft niet te maken met één groep aanpakken. Dit heeft te maken met in brede zin opkomen voor vrijheid. En heel jammer dat DENK dat weigert te doen en voortdurend maar dit problematisch gedrag eigenlijk een beetje staat te verdedigen. Want de heer Azarkan zegt, je mag orthodox zijn in Nederland. Nou, ik weet niet, ik ga zo nog wat dingen noemen die in het rapport staan. Ik hoop toch dat hij dat niet allemaal steunt. Het idee dat er vanuit Turkije anti-westerse propaganda in de hoofden van mensen die hier in Nederland gewoon moeten meedoen in de samenleving wordt gepompt. Het feit dat sommige jonge kinderen van 5 tot 12 jaar 14 uur in de week salafistisch onderwijs krijgen. Met allerlei denkbeelden waardoor zij het idee hebben dat het vrije Nederland niet voor hen bestaat. Ik hoop dat de heer Azarkan het daar vandaag met ons over wil hebben. In plaats van eigenlijk, is dat zijn boodschap? Je mag orthodox zijn, dit rapport had er niet hoeven zijn, er is geen probleem. Okay.